De volgende effectieve leerstrategie op ons menu heet Dual Coding, dubbel coderen. Je gaat verbale en non-verbale informatie samen laten komen in de manier waarop je die informatie overbrengt. Waarom zouden we dat gaan doen? Wel, we weten dat verbale en non-verbale informatie elk op een eigen manier tot in ons geheugen geraken. Wanneer we verbale en non-verbale informatie dus doordacht gaan combineren, komt de info dubbel zo effectief toe in ons geheugen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat we ons geheugen daarbij ook niet te zeer gaan overbelasten. Een voorbeeld van die valkuil vind je nu op je scherm. Letterlijk de tekst voorlezen kan ervoor zorgen dat de focus te veel gericht wordt op één van de kanalen waarlangs je de informatie aanbiedt, de verbale of de non-verbale. Dat kan ons werkgeheugen overbelasten. Je geeft veel informatie, maar er dringt weinig informatie door. Het principe van dual coding is heel makkelijk toe te passen in je les. Tip 1 daartoe, combineer woorden en relevante afbeeldingen. Je ziet hier een voorbeeld uit een handboek Natuurwetenschappen waarbij de leerling de naam van het orgaan bij het juiste orgaan schrijft. Tip 2. Lees teksten niet zomaar voor in de klas waarbij je verwacht dat de leerlingen volgen in hun boek. Daarbij gebruik je dubbele verbale input. Zowel het lezen als het luisteren naar jou is daarbij overbelasting van het werkgeheugen. Wissel dus af. Laat ofwel de leerlingen eerst de tekst lezen en bespreek hem daarna in de klas. Of introduceer de tekst, geef de belangrijkste kenmerken alvast mee en laat de leerlingen dan zelf lezen. Tip 3. Visuele informatie hoeft geen figuur te zijn die de werkelijkheid weergeeft. Ook een schema dat verbanden expliciteert en dat makkelijk te memoriseren is, is een heel eenvoudige toepassing van het principe van dual coding. En net als bij de vorige effectieve leerstrategieën, geldt ook voor dual coding dat je de leerlingen hier zelf actief mee aan de slag kan laten gaan. Bijvoorbeeld door hen de studietype mee te geven dat ze bij figuren uit het handboek zelf eerst gaan nadenken welke elementen van de leerstof ze hierin herkennen. Maar je kan hen ook aanleren om in notities en schema's ook kernfiguren te verwerken die rechtstreeks te maken hebben met de leerstof en de inhoud ondersteunen. Kortom, de leerstrategie dual coding bestaat erin dat je voortbouwt op het inzicht dat verbale en non-verbale informatie elk op hun eigen manier tot ons geheugen doordringen en elkaar dus gaan versterken. Zowel de leerkracht als de leerling kan met dual coding aan de slag gaan. Heel belangrijk aandachtspunt is dat je ervoor zorgt dat er geen overbelasting is en dus geen te veel aan verbale informatie en een tekort aan non-verbale informatie of omgekeerd.